Goedenavond. Wat zijn? Mijn naam is René Caliodrono. En mijn groepsleden zijn Jean Jones en Richard Marto Di Cromo. Marto Di Cromo zal mij assisteren en Jean Jones volgen. So. Hallo docent, hebben we voor het vak Java een opdracht gekregen om een software op te bouwen. En de software die Mobile Telephone Shop. Om gelijk van start te gaan, hebben we een package aangemaakt, genaamd telefoon. En vervolgens aan de package hebben we een klasse aangemaakt, genaamd telefoon. En daaropvolgend hebben we ook attributen aangemaakt, private attributen. Als datatype die we hebben toegepast, hebben we datatype string, boolean, zoals boolean, ja of nee, simlock free, smartphone, zodat we dat als zo gaat Richard verder op, dan wordt het ietsje duidelijk naar de docent toe. Datatype prijs, dubbel, getallen kunnen in decimalen voorkomen als het wordt ingevoerd. Vervolgens hebben we een default constructor aangemaakt. Waarom een default constructor? Je maakt iets aan in het programma en je moet ook weten waarom je het aanmaakt. Waarom we het aan hebben gemaakt is om verder objecten en functies verder aan te maken. Om een voorbeeld aan te geven, verder gaan we, hebben we getters en setters automatisch aangemaakt. Waarom we getters, waarom getters en setters? Om de attribuut die private zijn te benaderen. Daarom hebben we het aangemaakt. En een voorbeeld van een getter is getMap, en setMap. En nog één, een boolean. Ook aangemaakt. En dit is gewoon naar, met die van kan ik niet doen. Gewoon, hier staan en gewoon rechterdruk en dan krijg je gewoon setter en getters en dan worden ze automatisch aangemaakt. Oké, verder. Hebben we een methode aangemaakt, simblock free. Waarom we dat ook hebben aangemaakt? Het programma moet je kunnen overtuigen. Als die telefoon niet simblock free is, moet hij wordt dat opgeteld met 10 SMS. Wat gebeurt er hier voor Richard? Ja, dus hier is dan zo,
zoekfunctie. Yes. Als we het invoeren, mm-hmm. dat vragen eerst. Ja. Wat is de minimumprijs? Mm-hmm. En de tweede gaat die vraag scannen. Dus yes. Wat is je maximumprijs? Ja. En het is een dobbel, dus dat kan mm-hmm. yes. minimaal zijn. Mm-hmm. Ja. En ja. Dan gaat kijken van wat is je range? Mm-hmm. En tussen die range, mm-hmm. dat heet dan die de merit display yeah. en je prijs. Okay. Anders, als je niet in die range bent, krijg je mm-hmm. dan een melding van niet in Oké. Okay. En als je naar beneden scrolt? En dit is onze bestelfunctie. Ja. Yes. Hier hebben we eigenlijk gewoon de menu aangemaakt. Uh-huh. Maar de methode hebben we nog niet zeg maar aangekomen. Okay. Dus dit is gewoon een, zeg maar, ja. om verder te gaan. Dus we zijn nog niet in de bestelling. Okay. En als je naar beneden scrolt, weer naar beneden. En hier hebben jullie... dus we hebben een submenu die we ja. maken. Uh-huh. En met een do en while. Yes. Als het 1 is, display add item. En 2 is remove item. Yeah. En 3 is zo zeggen van dit zijn je bestellingen. Okay. Zo niet, zijn die dingen niet correct. Oké. Okay. Meer naar beneden. Hier hebben jullie. Dit. Dit is voor die eerste while, geen while, die do statement. Wordt het al gebruikt, de code wat ik beneden heb gezien? Ja, deze. Short edit. Wat is het? Is still... Oh ja, hij zit in de while loop, ja. Oké. Goed. Hoe has it? Ik heb genoeg gezien in de code. Dus de antwoord.